Ja, zo. Ja, ik kan hem hebben, ja. Ik kan hem hebben. Kijk, de vrijdagavondmarkt is natuurlijk gewoon uniek. En meer dan alleen markt, het is ook gewoon vooral heel veel gezelligheid. En dus ook tot laat. Ja, tot laat. Tot laat gaat door hier? Ja, de markt die gaat door tot 9 uur. Ja. En daarna kan je lekker de kroeg in of de discotheek, net wat je wil. Oké, dat belooft wat. Wat zijn nog meer evenementen hier in de stad? Nou, er worden heel veel evenementen georganiseerd. Een verenigingenmarkt, fashion events, rotorbotenrace, jaarlijkse dingen zoals de IFO, de kerstavond van mevrouw Klein Sprokkeloers. Echt voor ieder wat wil. De IJsselsteinse evenementen Sprokkelhorst en IFO worden gedragen door honderden vrijwilligers. De IFO is een jaarlijkse kindervakantieweek in IJsselstein. Met als rode draad hutten bouwen. De IJsselsteiners pakken ieder moment aan om het leven te vieren. Sporten op straat. De rotorbootrace op het water. En de huldiging van de IJsselsteinse voetbalkampioen Janice van der Zanden. En de winkeliers van IJsselstein gebruiken de straat als een rode loper voor het fashion event. Ik zou jou wel eens op die catwalk willen zien eigenlijk. Wilt u zo meteen alleen als je meegaat. Dat heb ik geweten.